Goedemorgen, we zijn in Laarne. Ik ben Jade. Linde. En ik ben Linde. Ik ben Linde. Wat gaat er gebeuren vandaag? Ah, wel meisje, ik ben dus trots en terecht vier schepen hier in deze gemeente. En vandaag is het jaarmarkt. Dus we hebben zowel in Laarne als Kalkenik een jaarmarkt. En dus dat is nu vandaag. Dus we hebben dus twee pistes voor het gemeentehuis. En in de ene piste zijn de looppaarden en in de andere piste zijn het Brabantsras, de trekpaarden, de boerenpaarden van vroeger. En die worden gekeurd. Dus het is een jury van elk drie personen. Het is hier. En dus die gaan dus de paarden keuren. Kijken naar de manier waarop ze stappen, hoe dat ze getoiletteerd zijn, dat ze proper zijn, en dat wordt vandaag gedaan hier. Is de jarenmarkt belangrijk? Maar in een kermisweekend, is hier vier dagen kermis, is dat wel belangrijk. Ja. Dus we hebben een gans weekend kermis gehad in Laarne. Gisteren was een enorm grote rommelmarkt, we hebben nog geluk gehad met het weer. En dus de afsluitende dag is het dus jaarmarkt en worden dus al die dieren gekeurd. En vroeger op de jaarmarkt waren er ook koeien aanwezig en daar was er commerce gedaan, die werden gekocht en verkocht. Nu is het meer nog folklore, het zijn juist enkel op de paarden en ezeltjes. En die worden dus bekeken en geschouwd. En wordt eigenlijk niet echt meer aan handel gedaan, dat was vroeger. Maar we zijn heel blij als gemeentebestuur dat we nog altijd dus die prijzenpot hebben opgedreven. En dat die dieren nog altijd hier aanwezig zijn op de jaarmarkt. Voor het Brabantse ras tot 18 maand vrouwelijk mogen zich melden in de piste voor het gemeentehuis. En bij de looppaarden, de vullers geboren 2022, mannelijk en vrouwelijk, in de piste voor het podium. Vind je dat moeilijk om jury te zijn? Moeilijk is dat niet, maar we moeten proberen het correct te doen. In overleg met de collega's wat je jureert. En ja, je kunt dat niet op één lijn doen. Nee. Je moet dat in overleg doen en het correct bekijken. Nee. De juiste beslissing nemen. Er zijn altijd kleine details die het verschil maken. En dat is juist de bedoeling van een keuring, voor te zien welke de mooiste en de beste zijn. Op wat had je het meest? Ja, op wat hadden we het meest? Ten eerste op de uitstraling, dus hoe het paard eruit ziet, de houding, nee? Mooi hoofd, hoe dan ze geplaatst zijn. En dan in de eerste plaats gaan ze op stap, nee? En ook op draf. Nee? En dan bekijken we of dat ze correct zijn in stap en in draf. En zeer belangrijk is de houding en de mooiheid van het paard. En dan ja, correct zijn in stap en in draf. En zo worden ze gejureerd. Hè. En dat is ook voor de trekpaarden zo en voor de warmbloeden ook. Vind je dat leuk om naar de markt te gaan? Ja, zeker. Wij komen jaarlijks met de paarden hier naar Laarne, naar de jaarmarkt. Met hoeveel paarden zijn jullie hier? Ja, wij zijn hier met trekpaarden. Met de tractor, met 8 trekpaarden en met de remorque en aanhangwagen ook 2. Waarom vind je dat leuk om naar de jaarmarkt te gaan? Wij komen hier met onze trekpaarden, omdat deze dan kunnen getraind worden en wedstrijd spelen tegen elkaar. Oké.
Bishop. Voilà. Goed, hè? Mooi, hè, die vlekken. Vind je dat leuk om naar de jaarmarkt te komen? Ja, we vinden dat leuk. We doen dat al veel jaren. Wat is het belang van... De paarden komen ermee in de hand. En, we verdienen er een prijs mee. En, voor de concurrentie te erkennen, zo leer je de kwaliteit erkennen. Wat is dat een paard in de hand hebben? Dat ze het gewend worden voor vasthouden, voor met de stappen te draven. Dat ze gemakkelijk worden in de hand. Als ze in de weide blijven lopen, leren ze daar niets mee. Ezeltjes hebben jullie? Wij hebben 9 ezeltjes. Welke namen hebben ze? Wel, onze ezeltjes die noemen. We hebben een Kato. We hebben een Aliske. We hebben een Dina. We hebben een Amber. We hebben Zulma. Rosalie. Dat zijn 6 meisjes. En dan hebben we nog 3 jongens. En dat noemen ze hengsten dus, hè? En dat is een Jozef, en dat is een Camille, en een Gust. Wat is de beste ezel? Dat is eigenlijk heel moeilijk aan op te antwoorden. Onze ezeltjes zijn allemaal heel lief, maar ze hebben wel allemaal hun eigen karakter. Hè? En we hebben een ezeltje, en dat gaat in de koets. Want we hebben onlangs nog met de koets met een ezeltje meegereden in een processie.
En een meisje van 12 jaar die heeft er toen mee gereden. Ja, en natuurlijk, de mensen die langs het parcours staan, die applaudisseerden omdat er zo'n jong meisje met dat ezelke reed. Hè. Maar eigenlijk, de mooiste ezel kan ik eigenlijk niet... Dat weet ik zo echt niet. Voor ons zijn het allemaal mooie ezels, hè? Singing me around.